Welkom bij deze maandagavond. Ik heb nog niet de weekvlog geopend. Welkom bij de weekvlog. De kindje is lekker heel de dag naar school geweest en daarna de gastouder. Dus ze zijn helemaal lekker ready to go. Ze zijn nu de boterham aan het vullen. Kijk, ja. Want morgen gaan we ook naar school. Morgen ook zwemmen. Ja. Nu maak ik mijn boterham. Ik heb nog pret op gedaan, die naar daar. Ja, je hebt wat fruit. We hebben allebei een koekje gepakt en wat is voor de snacken ernaast. En Logan is nu een boterham aan het maken met worst. Ik heb een smeerkaas. Heeft hij denk ik al gedaan? En met smeerkaas. Ja, en Brooke doet de pasta met smeerkaas. Oh, nee. Dat is nu geen jam. Dat is nu een beetje een nieuw ding dat ze s'avonds eventjes een broodtrommel en een fruittrommeltje moeten vullen. De eerste, ja, eigenlijk deed ik het altijd, maar sinds dat ze weer naar school moesten tijdens de coronatijd, dus de helft van de dagen, zijn ze het weer zelf aan het doen. Of zijn ze begonnen met het samen doen. Dit is juist super leuk, je eigen brood, dan moet je niet gaan of het op school. Wat zit erin? Je hoeft niet meer af te vragen wat er allemaal in zit. Kijk, kan je gewoon doen. Hoppata. Hier zit jam. Logan, heb je jam? Nee, het is honing. Honing. Kijk, dan doen we hem in een velletje. Dan kan hij niet lekker op je smeerkaas. Waar is de hij staat op een plek. Zo, en dan kan daarnaast ook nog een snackje. Hij is dan. Ja, dat geeft niet. En hierna moet ook nog een snackjes. Zo. Dus ze zijn dus nu zelf bezig met de trommeltjes vullen. Ze kunnen ze zelf bepalen wat erin gaat. En krijgen ze ook gelijk een beetje, ja, hoe zeg je dat? Praktijkervaring of zo. Gewoon hands-on zijn, hoe ze zelf makkelijker brood kunnen smeren. En hoe ze gezonde maaltijdjes kunnen maken. Ja, maar dat geeft niet. Ja, maar je moet hem een beetje draaien. Kijk, hoppata. Ik leg hem erop. En ik leg ze ook uit als ze dan bijvoorbeeld in het ene boterhammetje in een papiertje moeten doen. Als ze het een beetje kan afgeven, zoals honing. En die leg je onderop, want de honing is niet zo gezond als boterhamworst. Wel de mening daarover verdeeld kan zijn. En dan heb je nog twee vakjes om te vullen. Gezonde snackjes, hè? En Brokje moet vandaag ook nog even wat fruit hebben. Zullen we nog even kijken voor fruit? Wat wil je meenemen? Ik heb peer, ik heb appel, ik heb druiven, ik heb nectarine, ik heb kiwi. Banaan. Wil je een banaan meenemen? Nee, ik laat een kiwi en een klein beetje voor. Peer, appel, druif. Hi, welkom bij deze dinsdagmiddag. We gingen niet zo lekker van start vanmiddag. Logan die kwam met een natte broek uit de school. Omdat hij had zijn vinger op zoek in de wc. Want op dat moment zat er wel een meisje op de wc. En die bleef er heel erg lang op zitten. Als in dat de juf zei, ja, na een kwartier dacht ik ga eens bij de kijken. En ja, het was voor Logan dus blijkbaar al te laat. En er was natuurlijk ook geen gymtas of zo daar nu, want er is geen gymmen. Gelukkig heeft hij het eens gezien, waardoor ze hem op zijn plaats kon houden. En dat andere kinderen pas naar huis mochten. Niemand anders het heeft gezien. Dat vond ik dan wel chill. Tenminste, ik vond van haar wel een adequate oplossing. Je kan hem niet verschonen. En ja, weet je, hij is best wel. Hij hecht best wel veel waarde aan zijn sociale statusjes. Dus ja, dat vond ik toch wel heel netjes van haar. Maar ze had ook minder leuk nieuws. En dat is dat Logan de laatste 2 dagen heel brutaal is. Nou heb ik die opmerking al vaker van haar gehad. Het is al een aantal keer voorgekomen dit jaar. Dit was denk ik de 3e of 4e keer. Dat ze met hem meeloopt om aan te geven dat hij soms echt brutaal uit de hoek kan komen. En nu had hij ook een aantal keer gewoon zijn sommen ingeleverd met alleen maar streepjes erachter. In plaats van met uitgerekend en wel. Dus ja. Daar gaan we denk ik maar even iets op doen. Dat ja, ik moet zeggen, ik herken het wel. Zeker met thuisschool. Hij heeft er gewoon geen zin in. Hij gooit met de pet naar. En ik heb toen tegen die juf gezegd, om mijn lijstje met u te bespreken, dat ik het idee heb dat hij het gewoon te makkelijk vindt. Dat hij zich gewoon verveelt. En dat hij daardoor al vooraf voelt. Dat kan, ja, dat ik dat herken omdat ik het zelf vroeger heb gehad. Ik heb op de basisschool echt mijn eigen stierlijk verveeld. Ik maakte echt mijn sommen niet 100%. Ik deed echt fouten maken. Maar gewoon puur omdat ik het gewoon er snel van af wou zijn. Dat ik het gewoon zo stom en zo saai en zo langzaam allemaal vond gaan. Terwijl de uitleg van de juffen, ik dacht,
mijn vader was er. Oh, gaat die juf dit dan gewoon serieus nog een keer uitleggen? Dit is zo saai. Waarom snappen de kinderen dit niet? Waarom kan ik niet gewoon de opdracht maken en klaar ermee? En ik herken dat een beetje bij Loke. Die zei ze, ja, dat zie ik eigenlijk ook wel. En ja, dat kan echt zo plusboekjes gaan doen. Maar ja, het is al bijna zomervakantie. Ik zei, nee, daar ging het me niet over. Het ging me meer om het idee van, goh, hier moeten we misschien volgend jaar wat mee. Want ik wil niet dat hij de werkhouding gaat krijgen die ik heb gehad. Want dan ben je op een gegeven moment echt tegen jezelf aan het vechten. Omdat je zo gefrustreerd raakt van alles. Dus daar gaat ze naar kijken wat ze daar eventueel voor kan doen. Maar ik zei ook, ja, ik zet hier thuis een timer. Dat kan zij in de klas niet doen. Ik zet er gewoon een minuut en zeg, kijk maar hoe snel jij je sommetjes kan maken. En dan deed hij ze allemaal gewoon helemaal goed. Omdat hij het moest. Maar ja, nou dan. Daar moeten we nog wat op verzinnen. Dus ik ga voor Logan een beloningskaart maken. Kijken of dat helpt bij andere dingen die we aanbeelden passen. Zoals bijvoorbeeld de zindelijkheid. Of het 's nachts uit bed komen. Of nou ja, dat soort dingen. Werkt het ook om met een beloningskaart te werken. Dus dat gaan we dan nu ook maar proberen. En iedere dag als hij tegen mij netjes blijft praten. En tegen Pascal natuurlijk. En dat hij goed luistert en niet terug praat. Dan krijgt hij een sticker. En na 10 stickers krijgt hij een beloning. Dat vind ik wel een goeie. Maar ja, ik moet hier ook mijn hand in eigen boezem steken. Er zit een grens aan hoe brutaal Logan hier thuis mag zijn. Maar ik denk dat hij brutaler mag zijn als het goed voor hem is. Omdat ik het ergens wel goed vind dat hij van zich afbijt. En dat hij wat laat merken en dat hij een beetje van zich afbijt eigenlijk. En hij heeft ook gewoon humor die ik gewoon ook brutaal uit de hoek kan komen. En ik vind dat 9 van 10 keer grappig en daar zeg ik er ook niet zo heel erg veel van. Dat zal je misschien de vlogs ook wel zien. Kijk, hij moet geen dingen zeggen als doe je lekker zelf doen. Of ik geef hem niks om of doe maar lekker. Of ik ga echt niet doen. Of gaat mooi niet gebeuren. Dat soort dingen, als hij dat zegt, dan krijgt hij van mij gewoon gelijk op zijn falie. Maar er zijn al een aantal, ik kan zo even geen voorbeeld verzinnen. Maar er zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk, ja, ik denk wel dat als ze dat tegen de juf zou zeggen, dat de juf niet denkt van, oh wat een mooi, goed, welbespraakt kind. Ja, maar goed, dat gezegd hebben we. We hebben nog heel even en dan moet ik weer naar zwemles. En dan gaan we kijken of ze doet bij de juf. Ik heb er niet heel veel hoop op, maar goed, ze moet toch. Keuren. Nou, dat is het langs. Ja, dat geeft niet hoor. We hebben de beloningskaart van Logan voor als hij netjes doet praten. En wat heb jij voor beloningskaart? Want jij wou er ook een. Als je het goed doet. Zwemmen. We gaan het gewoon eens proberen, hè? Ja, dat is goed. Hobbeltjes. Dan 2 keer de O, hè? Dan de F. Keurig, goed gedaan. High fives. Een gaatje. Een gevaar. Hé, ik ga voor jou je zwemtas pakken. Zal ik je badpak met lange mouwen en je wetsuit en je handdoek, je bandjes, je zwembadvestje, je zwembandjes. Kom maar goed, gaan we zo. Het viel allemaal nog niet tegen. Brooke die heeft zowaar gezwommen. Weliswaar heb ik het niet gezien of op film kunnen zetten. Omdat ze pas het warme of het koude bad inging op het moment dat ik wegging. Maar volgens Jif heeft ze keurig netjes meegezwommen en heeft ze echt goed haar best gedaan. Dus ik krijg een sticker. De beloningskaart. Ik maakte me echt wel even zorgen. Want ja, ze vertekent het gewoon weer. Dat stukje heb ik wel gefilmd. En ik dacht, oh gaan we weer. Ik dacht aan dat we iemand hadden. Bij het van de juf dat ze het gewoon pikt als ze gewoon ging zwemmen. Met haar ze ook gelijk aan te pruimen. Maar dit is niet. Dus ja, ik heb hier net lekker opgeruimd. Oh, nog even mijn gastenhuis om. Ik heb in ieder geval nu net lekker alles aan kant gemaakt. Kindjes zijn er vast naar boven. Logan ging er vast onder de douche staan. En Brooke ging er vast de bandjes poetsen. Zijn ze lekker op het einde bed. Wat fijn is, Pascal is even een pakketje ophalen. En straks om 8 uur komt mijn ex-man. We hebben 1 keer in dezelfde tijd een soort van overlegmomentje. Een soort van teamoverleg. Van nou,
Hoe gaat het bij jou? Hoe gaat het bij mij? Wat is jouw routine? Wat is mijn routine? Waar lopen we tegenaan? Dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd. Meestal heeft hij heel veel te muizen, dus we gaan het zien. Ik heb zo geen zin in. Maar ja, dat moet, dat moet. Mijn vader staat weer aan. En Godine staat er gewoon 2 weken per dag aan. Anyhow, het is nu 9:30 en we zijn eindelijk klaar. Niet heel veel bijzonders. Niet de dingen waarvan ik dacht van, oh, wat moet ik doen? Dus dat is wel fijn. Maar op een of andere manier, als het over kinderen gaat, kan je dan toch wel lullen samen. Dus dat was het is wel eens goed. Ik zie er altijd tegenop en ik voel dat mijn keel zie je, moet zo moet lullen. Maar het is wel eens goed. Ik zie ze lekker naar huis. Keukje, alles aan de kant. Dus ik ga nog even met de beekjes omhoog zitten en even een snack nemen. En dan ga ik lekker naar bed. Op tijd. Want het is gisteravond laat, dus nu op tijd. Het is nu 9:30 geweest, dat moet lukken. Goedemorgen, welkom bij deze woensdagmorgen. Hallo. Good morning. Zit je in de Paw Patrol? Ja. We gaan lekker even je tanden poetsen. Logentje. Even je tanden poetsen. En dan gaan we lekker naar school. En Brooke? Ook. Ik ga even papa toe uitzetten. Dat want het is 8 uur. Dat gaat echt wel gebeuren. Laat op. Uit. We gaan lekker naar school. Ik heb alweer een heel to-do-lijstje waar ik straks aan ga houden. Ik moet heel administratieve saaie dingen doen. Maar goed, hè. Wat moet het? Dat moet. Dus daar gaan we dan even mee aan de slag. De kinderen hebben dus vandaag ook de gastouder. Nee, ik weet het al zeker. Gastouder! Ja, je mag naar Jannie toe. Dat is geen gastouder. Ja, dat heet een gastouder. En ja, Logan heeft vanavond hockey. En voor de rest denk ik dat we wel een redelijk relaxte dag moeten hebben. Dus dat is fijn, hè? Vandaag ben ik toch een beetje spannender dan ik had gedacht. Ik kreeg namelijk net een mailtje binnen dat mijn lenzen binnen zijn. Ik ben afgelopen zaterdag nog maar. Naar de Pearl geweest, had ik een afspraak gemaakt. Ik kan tegenwoordig allemaal online. Ik krijg een timeslot en everything. Om te kijken of wij een ogen lenzen zouden kunnen hebben. Of zeg dat? Om lenzen aan te meten. Dat is goed. Ik kan er gewoon niet tegen als iemand in mijn oog in de buurt komt. Ik vond ook echt oogmetingen en die contactlenzen meten. Ik vind het echt de hel. Echt. Ik zit helemaal zo in dat manier. Zo je hoofd ergens tussen. Omdat ze zo dicht bij je oog zitten. Ik vind het gewoon echt helemaal 3 keer niks. Ik weet ook nog wel dat ik als klein meisje, ik was denk ik 12 of 13 of zo. Toen mocht ik naar de kinderdisco met mijn nichtje. En toen ging mijn tante ging mij opmaken. En die wilde mascara bij mij opdoen. Dat ging gewoon niet. Dat ging niet. Gewoon het idee dat iemand wel in de buurt van mijn ogen gaat doen. Ik vind dat zo creepy. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe dat gaat als ik lenzen in moet gaan doen. Maar ik heb net geprobeerd, ik heb mijn bril in de badkamer afgedaan. Ik probeer het. Want ik kan wel bijvoorbeeld een wimper uit mijn eigen oog halen. Dat kan ik bijvoorbeeld wel. En dat vind ik ook niet eng. Dus ik dacht, misschien moet ik gewoon even kijken of ik mijn oogbol ga aanraken. En dat kon. Dat was niet, het was niet dat ik dacht van... Dus hopelijk kan ik het wel met lenzen. I don't know. We gaan het zien. Wat een spanning. Wat een sensatie. Voor de woensdagmorgen. Dus ja. Dat is het. Daar ga ik gewoon zo over een klein 30 minuten naartoe. So excited. Het was een drama. My god. Wat was dat? Heftig. Drama. Dus ik heb maar 1 woord ervoor. Drama. Ik had een opticien die niet heel erg begaan was. Of behulpzaam was. Hij was een beetje aan het opjagen. En ik had al aangegeven van joh. Ik vind dat spannend. Ik vind dat eng. Dus hè. Ik zal wel een paar pogingen nodig hebben om die lenzen erin te proppen. En dat was ook zo. Dat duurde eventjes. Als in, na 3 minuten had ik het nog niet voor mekaar. En op mijn rechteroog. En toen zei hij van, ja, je moet gewoon eventjes op het moment dat je hem zegt, want je hebt hem dan op je oog, maar dan ga je knipperen. Ja, dat zei ik al. Gewoon, hè, zodra ik bij mijn ogen ga ik zo doen. Dus het heeft gewoon, moet eventjes eroverheen. En zei hij van, je moet eerst naar links en naar rechts kijken. Nou ja, uiteindelijk allebei de lenzen erin gekregen. En zodra rechts en links in zaten, oren suizen, misselijk, duizelig,
gewoon een randje flauw vallen. En daar had de beste man gewoon totaal geen begrip voor. Naagje trommelen. Het was echt, ja, hij was een heel verhaal aan het afsteken. En ik heb echt drie keer gezegd, je moet even wachten, je moet even... Hoofd tussen mijn benen en ik zeg, sorry, ik voel me zo, ik heb een randje van flauw. Ik moet heel even, geef me even een paar minuten. Dus ik snap dat je in een tijdblok zit, maar even... Dus ik vroeg, mag ik misschien een slokje water? Oh ja, dat kan. Ja, nou dat kan, dat kon wel. Maar ja, het zag er niet en ik kreeg het warm. En nou ja, op een gegeven moment zei ik, ja, moet je het eruit halen? En hij was heel verhalen aan het vertellen over wanneer je ze wel niet in moest doen en hoe je het moest opbouwen. En als jij op dat punt staat dat je voelt dat je gaat flauwvallen, dus dat de hele wereld een beetje om je heen draait. En dan voel je echt een soort van, nee, je staat niet buiten je lijf. Maar je hebt er totaal geen controle over. Dus ik hoorde hem wel. En ik ving wel woorden op. Ik dacht, dit is belangrijk. Ik moet het onthouden. Maar om dan te zeggen dat ik het echt goed begreep. Dus ik zei, sorry, maar je informatie dringt gewoon nu niet door. Mag ik anders even buiten zitten? En ik heb frisse lucht. En zei, ja, dat is goed. Dan loop anders misschien maar een rondje. En dan kijken we straks wel. Oké. Ik heb even buiten gezeten. Naar de action geweest. Want morgen neemt Burke een vriendinnetje mee vanuit school en dan willen ze slijm maken. Dus ik scheer schuim en lentevloeistof en nou ja, dat soort dingen. En terwijl ik daar naartoe loop en door de action loop, denk ik, ik zie echt gewoon niet beter. Het is echt gewoon alsof ik mijn bril heb afgezet en zonder lenzen loop. Gewoon, het is niks. En gelukkig zakte het gevoel van misselijk en gewoon niet in orde zijn, zakte wel een beetje. En toen bedacht ik me, ik heb vanmiddag nog geen ochtendsnack op. En ik heb natuurlijk om 7 uur 's ochtends een 2 beschuitjes op. Dus misschien, hè, in combinatie met dat ik een spannend iets doe, dat niet gaat. Nou, ik heb een flesje cola gedronken en ik ga terug naar de opticien. En ik moest het uithalen, dus ik begon met rechts. Nou, hij zei iedere keer, ja, je hebt hem vast, maar je moet meer druk zetten. En toen zei hij, en probeer het nou eens met links. Op de linkerkant. En... op een gegeven moment zei hij, nou, dit werkt niet. Ik ga het even aan een collega vragen. Misschien dat die hem nog een tip kan geven dat het je wel lukt. Thanks. Ik was nog niet eens zo heel erg lang binnen. Kijk, als ik echt het gevoel had dat ik anderhalf uur bezig was. Maar zo dat gevoel had ik nog niet eens. En hij was misschien zelf ook bang dat ik weer zou gaan tegen flauwval aan zou komen of zo. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar toen kwam dus de opticien die mijn lens heeft aangemeten. En mijn bril heeft goed gezet en weet ik wat. Iemand die ik ken. Dus... en die zegt met rechts, zij zegt, doe het nog even? Zegt, ja, maar volgens mij heb jij helemaal, je pakt helemaal je lens niet terecht. Zegt, volgens mij zit je gewoon over je ogen heen te wrijven. Zit daar wel een lens in? En wat blijkt? Nadat de beste man in mijn ogen heeft lopen peuren en via een apparaat heeft gekeken of er een lens in zit. Er zat geen lens meer in. Nou, of die eruit is of nooit goed erin heeft gezeten voordat ik misselijk en duizelig en weet ik veel wat werd. Of dat hij uit mijn ogen, nou ja, kan niet uit je oog vallen. Maar goed, dat is de vraag. Of dat ik hem misschien wel al had uitgepakt, want hij gelijk ergens van af is gegleden en op de rand van de tafel terecht is gekomen. Want daar vonden we hem terug. Dus het hele verhaal van je pakt goed rechts vast, maar je moet harder duwen. En links zat hij natuurlijk nog wel in, dus dat probeerde ik. En zei, ja, maar je kan hem ook even naar het hoekje schuiven. Dan kan je er makkelijker bij, want mijn oog ging natuurlijk heel dicht. Omdat ik het zo probeerde, dat ging natuurlijk niet. Als je nou probeert gewoon met links te schuiven, dan gewoon gelijk zo te pakken. Stel je met rechts alleen maar je boven, want je ogen zijn groot genoeg. Zo. En dus dat probeerde ik. En er zit nou een gewone spiegel. Ik zat dus gewoon voor een normale spiegel. Van een normaal handspiegeltje. Of staatsspiegeltje. Hij zegt, maar we hebben ook gewoon een vergroot spiegel. Weet je wel, zo'n make-up spiegel. Hij zegt, dat is veel makkelijker. Daar doe ik het altijd mee. Dus hij zet dat neer. En het was echt ploep ploep. En het was eruit. Maar ik durfde ze dus niet in te doen voordat ik ging rijden. Want ik dacht, ja, dadelijk word ik weer ziek, zwak en misselijk. En val ik weer bijna flauw. Dat gaan we dus niet doen. Maar het is nu ondertussen 1:15. En dan ga ik ze denk ik rond 3:30, 4:00 weer in doen. Ga ik het hier zelf proberen met mijn vergroot spiegeltje. En, want ik moest deze vandaag 2 uur en morgen 4 uur. En dan moet ik het zo gaan opbouwen. En vooral niet te veel in het begin met televisie kijken en zo.
dat is dus niet goed, hè. Het is bijna 2 uur. En ik ben dus lekker aan het eten. Tenminste, ik heb roastbeef op met wat zout en peper. En komkommer met hummus. En ik heb een fluit in mijn oor nu. En een cornetto. Gewoon lekker random, ik had gewoon zin in ijs. En nou, ik zit een kwartiertje. Ik ben Disney aan het kijken op YouTube. En ik voel weer me helemaal gewoon een beetje wegzakken. En het is een beetje zwaar. En toen dacht ik ineens, denk, god, het lijkt wel op vorig jaar. Dat ik in de zomer dat ik gewoon niet in orde was. En dat ik 2 bruine boterhammen kon eten met kroket en mayonaise en mosterd. En dat ik dan nog een hele lage bloedsuiker had. Toen dacht ik, bloedsuiker, misschien moet ik dat even testen. Want ik voelde me net na het hele lensgedoe ook echt wel beter nadat ik cola light of cola had gedronken. Cola Zero. Van Cola Zero zou in principe ook je bloedsuiker omhoog moeten gaan. Plus wat ik dan nu allemaal gegeten heb, ja, dat zal nog niet gelijk heel hoog zijn. Maar 5,3 is nuchter. En ik ben alles behalve nuchter voor qua bloedsuiker. Oh my god, wat is dit toch weer? En dan weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Want voor een jaar geleden hielp ook niet zo heel erg veel. Anders was alleen maar gewoon zorgen dat ik heel veel regelmatig at. En toen ben ik dus ook heel veel aangekomen. Omdat ik dus iedere keer heel veel koolhydraten moest eten. Om mijn bloedsuiker op peil te houden. Maar ik heb er niet zo heel veel op. Ik heb 287 calorieën op. Maar wel 23 gram koolhydraten. What to do, what to do. Misschien nog even een boterham of zo eten. Heb ik nog ruimte voor een boterham? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Dus ik weet niet, misschien dat ik daarom... misschien dat ik daarom vanochtend met de lens in doen niet zo heel erg stabiel was. Misschien is mijn bloedsuiker weer aan het opspelen. Even kijken. Ja, misschien nog maar eens even wat eten dan. Misschien nog maar eens even wat extra's eten. Is het nou ook serieus een vlek op de scherm? Ja. Ze zitten erin hoor. En het ging echt super makkelijk. Ik ging gewoon hier zo op... met mijn spiegeltje en het krukje erbij. En kon ze er zo in leggen eigenlijk. Ging super soepel. Ik moest zeggen, alleen links was het even, want ik doe dat vlog met rechts. Kan ik beter mikken. En de eerste keer zat hij gewoon te laag, dat hij tegen mijn onderwimper aan. En de tweede keer deed ik gewoon mijn wimper al verder naar beneden. En dan zit hij prima. Ik moet zeggen dat hij aan deze kant een klein beetje irriteert. Maar dat kan me wel voorstellen, aangezien ik deze een keer extra eruit heb gehaald. En weer opnieuw erin heb gedaan, omdat ik... even de zekerheid hebben dat ik ze wel zelf eruit kon halen. En waarom ik dat op dat moment moest doen, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik ga hem er even uithalen. Kijken hoe makkelijk dat gaat. En dat ging echt super simpel. Dus super fijn. Ik krijg er wel langzaam een handgrip in. Het is echt raar om. Ik zit nu naar de film van je te kijken. Zonder bril. Ik ben ook benieuwd wat de kinderen ervan zeggen. Want die wisten natuurlijk niet dat ik lenzen ging ophalen. Maar het komt precies uit, want het is nu 4:30 en dan moet ik om 4:45 bij de hockey zijn. Dus dan ben ik om 5:30 terug. Dan heb ik ze 2 uur ingehad, dus dan kan ik ze uitdoen. Ja, ik moet er wel een beetje aan wennen, want idee. Hi, het is donderdag 2:50. En ik heb heel de ochtend aan mijn blog gewerkt, super blij mee. Mocht je nog een kijkje genomen hebben, ik link hem even onderin. Want het is een hartstikke leuk artikel op over stiefmoederschap, moederschap, receptjes, opvoedingen. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar daar ben ik dus vanochtend mee bezig geweest. En dan zit ik heel erg veel achter de computer. En dan zit je stil en dan krijg ik het dus koud. Dus ik heb echt mijn mega warme vest aan. Maar ik ga hem zo uitdoen, want ik ga met die kinderen. Ik ga klaar met school zo. En vanmiddag hebben we een soort van mini kinderfeestje. Brooke wil echt al heel erg lang slijm maken met een aantal vriendinnetjes. Er zijn er sowieso 3. En ik heb gezegd dat ze er vandaag eentje mocht uitnodigen om slijm mee te maken. Want ik ga dus niet met 5 kinderen hier zitten slijm maken. Maar Logan wil natuurlijk ook iemand meenemen. Dus ik heb gezegd van je mag er nu 1 iemand meenemen. En Logan mag 1 iemand meenemen. Dan zit ik nog met 4 kinderen. En dan gaan we slijm maken. En dan doen we de volgende keer weer met een andere vriendinnetje. Want slijm kan toch maar een paar weken bewaren. Dan moet je de weg mieten.
En juist omdat het zo'n chaos zou worden, ga ik me maar niet mijn lenzen in doen. Maar eigenlijk zou ik ze nu in doen tot een uur of 6. Maar dan is het beter kan indoen vanaf een uur of 4, half 5 als de kinderen weg zijn. En dan tot aan het sporten of zo. Dan heb ik toch weer even geprobeerd vandaag. En dan heb ik niet het gevoel dat ik ze, als ze niet lekker zitten of als het uit moet omdat het gaat irriteren, dat ik kan doen waar 4 kinderen erbij zijn. Dat is misschien wel een goed idee. Dus ja. Overigens heb ik vandaag alleen maar 1 keer dat hele nare gevoel gehad dat ik gisteren had. Dat ik het idee had dat ik bijna flauw viel. En het was net voor mijn ontbijt. En toen heb ik weer bloedsuiker gemeten. En die was nuchter 5. Dus dat is gewoon keurig. Gisteren was natuurlijk ook 5 nog wat. Met wat ik al best wel had gegeten. Dus dat was heel laag. Dus ik weet niet zo goed wat het is. Ik heb slijm gemaakt. Het was erg innoverend. Want ik kreeg het dus niet dik genoeg. Maar ik heb een trucje gevonden. Je kan hem dus in de vriezer zetten en dan gaat het lijm dus hechten. Kijk! Roze! Jij ging roze maken, hè? En roze. En het vol. Valt mee. Bij mij is het nog... Jij moet nog een klein beetje in de vriezer. En bij Logan eigenlijk ook. Ik ga hem wel niet. En Logan had Lisa mee en die heeft ook slijm mee terug. En Brooke had Vienna mee en die heeft ook de slijm mee terug naar huis genomen. En toen heb ik mijn lenzen ingedaan om te voelen. Ik moet deze erin te krijgen. Ik kreeg het ook nog niet verkeerd naar beneden. Maar goed, ze zitten er dus nu in. Deze irriteert weer een beetje. En ik heb al een druppel lenzenvloeistof bij gedaan. Maar... Ja, en die veranderen? Nou, doe maar even nu niet, schatje. Doe maar vanavond wel eventjes, oké? Oké, niet een beetje koud, hè? Dus nou ja, ik denk dat het gewoon een kwestie is van wennen. Omdat het vooral irriteert dat ik gewoon continu het randje zie. Dus moet je gewoon niet letten. Zo simpel is het. Ik wil even vertellen dat ik het rooster heb gehad van een nieuwe klant. Waarmee ik dan in juli ook een aantal diensten ga doen. En dat ik even ga kijken of ik misschien nog meer van het rooster kan invullen. En ik sta op om de tafel te gaan dekken. Want het eten is zo klaar. Dus daar is alles van het eten doen. En dan is dat allemaal goed. En ik ga de kat van mijn stokje af. En dit is mijn bloedsuikerwaarde 4.8. Het valt wel mee, het is niet heel laag. En ze ging nog dit willen. Wil je nog meer drinken? Ga je toch zelf? Dat is mama de bloedsuikermeter. Dat moet niet aanzitten. Dat moet je niet aanzitten. Maar wat doe je dan mee? Je moet bloedsuikermeter. Kijken hoe hoog mama de suiker is in de bloed. En hoeveel meter is het voor mij? Ja, dan moet liever, dan moet ik je een prik geven. Waarom? Met deze. Mag ik eerst kijken wat dat is? Er zit een naaldje in. Mag ik kijken hoe die naald eruit ziet? Hoe ziet die nou eruit? Zo. Eens kijken, kan ik het zo laten zien? Ah! Nee. Toch maar niet, hè? Hoe krijg je hem dan weer terug in? En kijk, als ik dan hier op druk, kijk, kom maar kijken. Als ik hier aan trek, dan wordt dit rood en dan doe ik zo en dan komt hij tudu. Maar hoe gaat dan die zo dicht? Zo. Hoe gaat je wel gaan dicht? Ja, dat doet hij vanzelf. Kijk, nog een heel klein prikje. Maar dit wel even zeer. En ik zou het hier doen als je niet hoeft. 4.8 is niet echt heel erg laag of zo. Dus, I don't know. Ja, 4.8 voor als je nog moet beginnen met eten. En ik heb wel een snackje op, maar dat was 1 maïswafel met kipfilet en eentje met gehakt. Ik heb natuurlijk geen soja aan de dijk, hè? Misschien is dat het gewoon. Misschien eet ik gewoon te weinig snel in koolhydraten. En is het daarom dat het nu allemaal niet zo lekker zit. Ja. Waarom gaat het nou weer niet meer dicht? Ik weet niet hoe het gaat. Dus ja, ik weet ook niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Maar ik verklaar wel waarom ik me een beetje dizzy voel. Dus dan denk ik, je had echt gedaan, ik neem het crystal clear. Dat is wel een goed idee. Daar ben ik natuurlijk ook mee gestopt. Dus misschien dat dat ook een beetje meespeelt. Want in principe heb ik het gevoel dat ik niet heel veel minder ben gaan eten ineens. Sinds vorige week of zo. 2 weken geleden. Ik ben nu ongeveer wel 2,5 weken bezig met mijn dieet. Dus dat ik dan 1 keer de afgelopen dagen wel last van heb vandaag, dan zou ik het wel raar, toch? Dus misschien dat ik gewoon... Appels. Ga niet zo lekker opeten, dat helpt waarschijnlijk ook. Wat moet je dan doen? Goedemorgen, welkom bij deze vrijdagmorgen. Niet alleen is het fijn dat het vrijdag is vandaag super exciting. Want laten we wel wezen, na een volle week weer terug naar school. Ben zelfs ik er aan toe om weer een
een goedje de maat hebben. Maar Logan, die roept net, mama, 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 mijn tand gaat er bijna uit. Ja, echt, oh. Je zag het misschien van ver weg, maar... Laat eens even zien. Moet je kijken, dat ding dat hangt echt gewoon los. Echt, en die zit al bijna 3 weken. Dat tandje is al bijna 3 weken aan het wiebelen. Hi. You look cute, huh? Een mooi pakje aangedaan, luchtje opgedaan, haartjes gekamd. Cute. Ik heb wel mijn blote handen nodig om me nu eruit te krijgen. Natuurlijk, dat heb ik zo. Lekker boterhammetje eten, en dan zo naar school. Huh? Fluffy hairs. Niks in mijn haar. Wil je niks in je haar? Wil je zo'n staart? Ik weet zeker dat ik een appel nodig heb voor dat ding. Doe even mij die boterham met chocopast op eten dan. En denk je daar een paar keer goed in hapt. He did it! Nog even 5 minuten later. Oh my god, that's a big chunky of two. Oh my god. Ik geloof het niet. Ik zal het later, ik zal jullie dit besparen. Oh my god, buddy! Oh. Gewoon niet dan die. Ga je ze nog afmaken? Gewoon de tantie? Al die tijd dan los dan. Ja. Waar is dan de tand? Hier zo. Logan is van zijn boterham aan het eten. Mama, het doet echt super veel pijn. Het is echt scherp. Oh, hij is net een appel nemen. Ik zal ze even laten zien. Als je er snel door misselijk van wordt en dat soort dingen, moet je even niet kijken. Maar. Er zit gewoon al een tand onder. Moet je kijken. Wauw. Zeker. Nu dat de klepje omhoog doen. Ik zal er wel even een foto van maken, dan kan je het beter zien. De ravage die achtergelaten wordt wanneer je aan 2 kleine meisjes aangeeft. Dat als ze hun bordje leeg hebben en hun bekertje leeg hebben, dat ze mogen gaan spelen. Ik vind het dan ook bezat om te zeggen, jij moet nog wel even alles opruimen. Normaal gesproken als het alleen Brooke of Logan en Brooke of... Nou, als onze kinderzaak vind ik dat niet zo erg. Brooke heeft weer een nichtje Vienna meegenomen, dus die is lekker aan het spelen. Dan gaan we zo even met z'n drieën Logan ophalen. En die zag dat ik Vienna meenam, want hij was aan het buiten spelen toen ik Brooke mocht ophalen. Brooke heeft al een korte dag op vrijdag. Logan moet gewoon tot 2 uur. Die zei, oh, kan ik me ook met iemand afspreken? Dus ik... Ja, weet je... Ik hoop eigenlijk dat ik dan voor niks... Ik rijd liever voor niks. Als dat ik dan... daar kom ik nog een keertje mee. Dat heb ik gisteren al gedaan. En dat klinkt heel... Hoe zeg ik dat? Het klinkt misschien niet zo heel aardig, maar ik vind 4 kinderen best wel veel. En het is niet zoals ze hier de wijk in kunnen of naar de speeltuin kunnen ofzo. Dus ze zijn ook echt hier. Dat heb ik gisteren natuurlijk ook al gedaan. Dus ik hoop eigenlijk dat hij bij een ander kindje gaat spelen. En dat ik dan kan zeggen, joh, neem Vianna nog even mee terug hier naartoe. En als ik haar wegbreng, dat ik dan Logan kan ophalen. Want eigenlijk zou mijn zusje er zelf om komen. Maar dan precies als ze toch in de auto moet zitten voor Logan, dan breng ik haar wel even naar huis. Dat ik het zo doe. I don't know. Anyhow, ik ga nu maar even opruimen dan. Dus ja, zo exciting.